Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken al wat hoge wolkenvelden over het land, maar er zijn ook nog wat opklaringen. Toch gaat van het noordwesten uit de bewolking steeds dikker worden. Dat betekent voor het zuidoosten van het land dat de zon nog regelmatig schijnt. In het noordwesten kan in de loop van de ochtend al wat lichte regen vallen. Vanochtend temperaturen oplopend naar zo'n 17 graden. Vanmiddag komt er nog iets bij, met name in het zuidoosten. Daar kan het 22 graden worden en schijnt de zon nog even. In de rest van het land neemt de bewolking steeds verder toe en breidt de regen vanuit het noordwesten zich ook uit. Vanavond wordt het in het noordwesten juist droog, terwijl het elders nog wat naspettert. en de wind waait nog altijd stevig uit het zuidwesten. Dan gaan we naar morgen en dan zien we een wisselend beeld. Vooral in het westen en noorden valt een enkele bui. In de ochtend kan er in het zuidoosten nog wat lichte regen vallen. En verder overheersen wolkenvelden met af en toe een beetje zon tussendoor. De wind neemt al wel af. Dan zaterdag, een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Wisselend weerbeeld, klein beetje zon, vaak wolkenvelden en soms een bui. En datzelfde geldt ook voor de zondag, met dan temperaturen van maar 16 of 17 graden. Na het weekeinde snel herstel met zon. Droog weer en hogere temperaturen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl